Goedendag. De maandag begon best vriendelijk in het noorden van het land. Er was veel ruimte voor de zon, zoals hier achter me op Texel. Maar in het zuiden van het land was het toch wel heel ander weer vanmorgen. Daar zagen ze de zon achter wat wolkenvelden opkomen. En die wolkenvelden die worden alleen maar dikker vandaag. Want vanuit het zuiden komt er namelijk een storing dichterbij. Maar die blijft vooral over het zuiden van het land trekken. In het noorden blijft dus die zon schijnen. En dan zien we dus ook een mooi verschil tussen het noorden en zuiden van het land vanuit de ruimte. Die bewolking wordt wel geleidelijk aan dikker. En op de radarbeelden zien we daar ook al de eerste buien verschijnen hieronder in beeld. Die buien komen niet heel ver noordelijk, maar die gaan zeker in Limburg en Zeeland een grote rol spelen. Want als we kijken naar de neerslaghoeveelheden die de komende 24 uur gaan vallen, dan zien we dat die hoeveelheden ten zuiden van de rivieren snel oplopen. En zeker in het zuiden van Limburg en Zeeland kan er 20 tot lokaal zelfs 25 mm regen vallen. Terwijl het noorden van het land dus helemaal droog blijft. Grote verschillen dus. En dat brengt ons ook bij het volgende middagkaartje. In het noorden van het land en ook in het midden van het land droge condities. Regelmatig veel ruimte voor de zon. Ga je wat meer naar het zuiden toe, wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. En in het zuiden vallen dus een aantal buien vanmiddag. Zeker aan de grens met België kunnen dat een paar pittige buien zijn. Met misschien ook wel een klap onweer erbij. De temperatuur stijgt naar 16 tot 19 graden. En zeker in het midden en noorden van het land voelt het best aangenaam aan. Vanavond blijven die buien dus over het zuiden van het land slepen. De bewolking wordt wel geleidelijk aan iets dikker richting het noorden toe. En komende nacht raakt het dan overal bewolkt. In het zuiden van het land nog altijd die buien en onder het wolkendek koelt het niet veel verder af dan een graad of 9. En dan gaan we wat verder vooruit kijken. Dan zien we vanmiddag nog die band met buien over het zuiden van het land liggen. Die buien trekken uiteindelijk richting het zuiden weer weg. De stroming draait naar het noorden en we zien een hoge drukgebied vanaf de oceaan dichterbij komen. En dat gaat het weerbeeld voor de rest van de week bepalen. Dat hoog houdt storingen best wel goed op afstand en zorgt voor best wel een hele vriendelijke week. Maar door de positie van het hoog blijft de wind wel vaak uit de noordhoek waaien. Dus echt serieus warm meiweer zit er voorlopig nog niet in. Morgen dan. Morgen dus droge condities vanuit het noorden toe. Regelmatig ruimte voor de zon. In de ochtend nog in het zuiden een paar buien, die trekken snel weg. En met de noordenwind wordt het iets minder warm dan vandaag. Veelal een graadje eraf. 16 tot 18 in het oosten van het land nog lokaal 19 graden. Daarbij staat niet al te veel wind. En ik zei het al, de rest van de week verloopt dus ook vriendelijk en droog. Woensdag met die noordenwind nog een graadje eraf, 17 graden. Maar daarna gaat de temperatuur toch wel de lift in. Richting het weekend gaan we naar 20 of 21 graden. En zeker in het zuiden van het land kan het nog een paar graden warmer worden. En mijn hele meerdaagse is gewoon droog. En als we ook kijken naar de neerslagkansen, dan zien we dat na die buien van vandaag en morgen het tot zeker midden volgende week zo goed als droog moet blijven. Dus we kunnen ons echt wel verheugen op best wel een hele mooie en best wel goede meiweek. Ik wens u een fijne dag.